prachtige wedstrijd met een onwaarschijnlijke ontknoping vandaag? Ja, ik denk dat dat wel kan zijn. Ik denk dat we kansen genoeg gehad hebben om 3 wedstrijden te winnen. Maar uiteindelijk doet het zoveel meer deugd om in die laatste minuten eigenlijk de overwinning erdoor te slepen. Waren toch de zenuwen die parten speelden in de afwerking of pech eigenlijk? Of zo'n match waarin het... Ik vond eigenlijk dat iedereen zijn normale doen was, dus niet echt overdreven zenuwachtig. Ik denk dat iedereen heel volwassen de wedstrijd aangevat heeft en moet ook een tikkeltje geluk hebben. En ik denk dat Koudimbana een paar hele goede banen redt. Maar goed, kijk, uiteindelijk scoren we toch 2 keer. Ja, had jij dat verwacht toen wij na 2 wedstrijden hier, of na 4 wedstrijden, 2-12 denk ik, en nu plots? Ik denk, als je eerlijk bent, totaal niet. Het draaide voor geen meter en het was zoeken. Iedereen keek een beetje naar elkaar van, goh, kom aan, wat is dat hier? Maar uiteindelijk hebben we de klik gemaakt en op Lommel is die reeks begonnen. Ja. En ik denk dat er maar één verdiende winnaar is van die periodetitel en dat is wij. Als je de reeks ziet dat we neergezet hebben. Iedereen sprak over Liers, dat ze het gingen verdiend hebben, maar ik denk dat wij dat nog veel meer verdiend hebben. Ja, wat zijn de sterktes van onze ploeg? Ja, ik denk dat de kracht vooral de eenheid is en dat we vechten voor elkaar en vechten voor elke meter. En dat we zelf na een tegendoelpunt nooit panikeren. Dat is niet de eerste keer dat we achterkomen en nog erover gaan op het einde. Dus dat wil ook zeggen dat we knokken tot de laatste minuut en dat we conditioneel ook heel goed staan. Ik heb de indruk dat ook jij je hier weer bijzonder goed thuis voelt. Ja, de eerste weken was natuurlijk een beetje zoeken terug. Ik ben iemand die honkvast is eigenlijk en het is belangrijk dat ik me goed voel. En de resultaten zorgen daar mee voor natuurlijk. Hè. Dus meer en meer begin je in je sas te komen en ik denk dat dat voor alle spelers zo geldt. Dus ik ben heel blij en heel trots dat ik hier deel mag gaan meenemen. Die tweede periode nu, doorgaan op ons elan of sparen voor de finale, is een moeilijke... Ik denk gewoon doorgaan. Ik denk, volgende week is er opnieuw een wedstrijd. We mogen nu even genieten, maar eigenlijk zijn we nog maar halverwege. En, ik zou graag zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En als het enigszins kan, meedoen voor die tweede periode titel ook. Waarom niet? Maar als we die winnen, is er geen finale nodig? Ja, tuurlijk. We moeten ons er niet op fixeren. Want dan verlies je een beetje het doel. Maar ik denk dat we gewoon wedstrijd per wedstrijd, week per week, moeten tonen dat we iedereen de baas kunnen. En dat we van niemand schrik moeten hebben. Oké, toont een nieuwe competitieformule hier zijn nut? Ja, misschien wel. Ik denk dat het voor iedereen nieuw is. Zowel voor de pers als voor de supporters als voor de spelers ook. Het is raar om nu al begin november iets te vieren eigenlijk. Mm-hmm. Dat heb je dat nog nooit meegemaakt. Ja. Maar enerzijds geeft het wel een boost, vooral voor ons dan. Ja. Ik denk dat die andere ploegen misschien er anders tegen aankijken. Maar misschien is dat ook een nieuwe start voor die andere ploegen, de tweede reeks. Dus wie weet wat dat tweede periode nog kan geven. Je ziet ook de supporters bij ons beginnen terug te komen. Ja, ik denk dat je vandaag heel veel supporters had. Ja. Ik denk dat het lang geleden was dat het zo vol gezeten heeft. En dat alleen maar deugt, zowel voor de spelers, maar ook voor het bestuur die keihard heeft gewerkt afgelopen jaar.